Sinds Willem-Alexander op de troon zit, hebben we geen Koninginnedag meer. Maar de traditie wordt voortgezet middels Koningsdag. En het is het vandaag 26 april 2014. En we kijken rond wat er hier in de buurt van Bodegraven en Reewijk allemaal te doen is. Hey, jongens, mag ik jullie wat vragen? Hoe lang zijn jullie hier al? Vanaf 6 uur. Was het toen al druk om 6 uur? Nee. En wat verkopen jullie vandaag? DVD's, boeken en spelletjes voor de PlayStation 2. En hoe loopt de verkoop? Nou, goed. Heb je al veel verkocht? Dat moet je aan hem vragen. Ik zal het maar niet vragen, want het kan ook een beetje een pijnlijke vraag zijn natuurlijk. Wat gaan jullie de rest van de dag nog doen? Nou, weet niet. Denk gewoon mee klooien met het team, van het voetbalteam. Goedemorgen, dames. Hallo. Hallo. Hoe lang staan jullie hier al? 2 uurtjes. En wat verkopen jullie allemaal? Niks. Wat komen jullie hier dan doen? We zijn hier levend standbeeld. Een levend standbeeld? Oh, maar dan ben ik niet zo handig bezig, want dan moet je bewegen. Ja. En wat beelden jullie uit? Ik heb piraat en dit is mijn zus en die kwam langs lopen en die ging erbij staan. Ja. En hoe reageren de mensen? Blij. Ja. En dan gaan ze kijken. Is het niet moeilijk om helemaal stil te blijven staan? Wel een beetje. Als mensen je aan het lachen proberen te maken wel. Ja. Ja. Oké, ik zal jullie niet langer van jullie werk afhouden. Veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. Hoe heet jullie? Ik ben Lotte. En ik ben Klaske. En wat verkopen jullie hier op Koningsdag? Cakejes, koffie, limonade, thee en koekjes. En hoe loopt het met de omzet? Ja, gaat wel goed. Zijn jullie hier elk jaar? Verleden jaar zijn we hier wel geweest en dit is ons 2e jaar. En wat ga je nou de rest van de dag nog doen? Stel dat alles uitverkocht is. Nou, we hebben zo een optreden. Optreden? Ja, met dansen. Ja. Nou, veel succes, dames. Ja, bedankt. Vanaf hoe laat zijn jullie hier al? Heel vroeg, hè? Nou, mijn vriendin die zit hier al vanaf 4 uur vanochtend. En dan was het erg rustig nog, denk ik. Toen waren we een van de eerste. En wat verkopen jullie hier allemaal vandaag? Eigenlijk van alles en nog wat. Het is kleding en vooral meisjesspeelgoed. En dat hebben jullie allemaal opgespaard in het laatste jaar? Best veel. En wat kost het eigenlijk allemaal? Dat weet ik niet. Ja, er zijn verschillende prijsjes, maar het is vooral, we hebben die meiden de kamer opgeruimd, hè? En daar is dit van overgebleven. All your perfect imperfections, need your all to me and give my all to you. From your end and my beginning, even when I lose I'm winning. Goedemorgen, hoe heet je? Frank. En wat verkoop je allemaal, Frank? Deze boekjes en emmers. Ik zie ook spijkerbroeken. Heb je zoveel spijkerbroeken, jongen? Nee, mijn vader heeft een winkel en die haalt hij allemaal gewoon uit. En dan verkopen we het. En als je nou klaar bent hier, hè, wat ga je dan vandaag nog doen? Weet ik niet. Vind je het wel leuk, Koningsdag? Ja. Hey, veel succes nog, joh. Ja. Dank u wel. Geitenkaas, Italiaanse. Lekker flesje biologische wijn.
Goedemorgen. Goedemorgen. U brengt kaas en wijn. Klopt. Is dat een traditie om hier op Koninginnedag en nu Koningsdag te staan? Nou, dat laat ik eigenlijk aan hem over, want ik ben gewoon eigenlijk voor de lol meegegaan met hem. Hij gaat over het Koninkrijk. Hij is echt de kaaskenner. U bent ook wel royalty-fan gezien de kleuren op uw wangen. Ja, maar ja, het moet een beetje in de sfeer komen, hè? Oranje shirtjes, streepjes op de wangetjes. Hoe is het met de belangstelling hier? Nou, het mag niet mopperen. En hoe beleeft u Koningsdag verder? Ja, het is gewoon een heerlijke dag. Iedereen is blij, het zonnetje schijnt. Heerlijk gewoon. Wie wil er iets vertellen? Ja, ik hoor die willen jullie alle drie iets vertellen? Ja hoor. Oké. Wat kun je allemaal kopen hier? Nou, je kan... Geen skateboard! En je mag zelf een prijs verzinnen! En okay. 1 euro! En als je dan zegt een dubbeltje? Nou, dan mag dat ook. En als je zegt 1 cent, dat mag ook! Mag is alleen niet te koop, meneer. Ik ben niet doof. Er is ook een pop en een motorhelm. Hé, en wat gaan jullie vandaag nog doen? Wij gaan spelen. Wij gaan spelen. Het is wel leuk, hè, zo'n Koningsdag. Ja. Ja. Hebben jullie ook met de sportdag meegedaan? Nee, dat kan nog. Gisteren met Koning spelen. Was leuk? Ja, heel leuk. Wij hebben spelletjes midden gehouden. Ja. Het kan niet anders of je bent een fan van Charlie Chaplin. Ja, en een fan van film. Alles wat met film te maken heeft, vind ik erg leuk. En Charlie Chaplin is vandaag het onderwerp. Doe je dat elk jaar op Koninginnedag en nu op Koningsdag dan voor het eerst? Ik ben vorig jaar begonnen met de najaarsmarkt, met een matinee. En toen had ik de film van Het Groene Hart van Bodegraven. De mensen vrij in en uit mochten lopen. En ik dacht het thema dit jaar, ja, Charlie Chaplin, leuk, de oude doos. Hoe is het met de belangstelling? Nou, het gaat erg leuk. Het is natuurlijk het is erg mooi weer vandaag. Dus ik ben heel blij dat de mensen buiten zijn. En als het iets kouder wordt en vrij inlopen, op het ogenblik zit er een aantal mensen binnen. Ze zitten te genieten van Charlie Chaplin. Ja. Wat drankt jou in Charlie? Het rustige van vroeger en de heerlijke, het makkelijke lachen en zijn hele acteren. De kunst van het acteren zonder dat je er dus verbaalt, zonder dat je erbij praat. En het lijkt natuurlijk, hè? Ja, het is heel, heel, heel herkenbaar. Het is wel zo dat het in die tijd taarten smijten en vechten met elkaar is om wat te doen op het beeld, omdat er natuurlijk geen dialoog is. En wat kunnen we volgend jaar verwachten? Ja, dat ligt eraan wat de mensen graag willen. Ik probeer elk jaar iets leuks te verzinnen met de najaarsmarkt, met de Koninginnedag. En daartussenin draaien we elke maand film. En ook in Reewijkbrug wordt Koningsdag gevierd. We gaan hier even rondkijken. U heeft net wat gekocht. Ja. Hier op de rommelmarkt in Reewijk. Wat is het? Een plantenbak. Oké, okay. En dan was u altijd al naar op zoek volgens mij. Ik niet, maar mevrouw wel. Ik heb heel veel thuis staan. Dus. En je moet er tegenaan lopen, hè? Ja, zeker. Ja. We kunnen zelf ook wel op de rommelmarkt gaan zitten, hoor. Maar ja. Jullie hebben zelf ook wel eens op een rommelmarkt gezeten? Ja. Vroeger wel, ja. En was u nou vanochtend van huis gegaan met het idee van ik wil nog zo'n plantenbakje scoren? Nee, gewoon lekker rondkijken. Nee hoor, nee. Nee, niet met een speciaal doel, maar je ziet altijd wel iets wat leuk is. Gaat u nog verder rondkijken? Nee, ik ga nu naar huis. Ik moet werken zometeen. Ja. En hoe gaat u de rest van Koningsdag doorbrengen? Ik heb nog geen idee. Ik denk een beetje gaan sporten. Genieten van het mooie weer in ieder geval. Het is mooi weer. Het is een prachtige dag vandaag. Dus. Veel plezier bij je. Oké, hartelijk bedankt. Dag hoor. Wat verkopen jullie hier? Nou, we hebben heel veel kleren en alles nog. Dat verkopen we. En wat hebben jullie al verkocht vandaag? Nou, een schilderij en wat kleren. En een bodywarmer. En nog een paar dvd'tjes. Ja. En als je nou niet alles kwijt kunt, wat doe je dan met de rest vanmiddag? Dan doe ik het in een kist en dan leg ik het op zolder dan voor volgend jaar. Of voor de andere rommelmarkt. En wat gaan jullie vandaag verder nog doen? Nou, nu gaan we nog even verder verkopen. En dan kijken hoeveel we hebben verdiend. Zijn dat allemaal je eigen spulletjes die je gaat verkopen? Zeg maar. Ja. Heb je dat allemaal opgespaard in het laatste jaar? Ja.
Kun je ook nee zeggen? Ja. Nee. En wat heb je al verkocht vandaag? Een paar boeken, een paar knuffels, een paar puzzels en een paar een soort televisietje. En wat vind je nou het leukste aan het verkopen? Nou, dat, dat je geld moet betalen en in een bakje doen. Ja, en dat geld is dan voor jullie, hè? Ja. En weet je al wat je ermee gaat doen? Nee. Kom je volgend jaar terug? Ja. Nou, tot dan, hè? Ja. Dag. Mama. Dag. Ik vind het heel mooi wat je net hebt gespeeld. Knap hoor. Dank u wel. Doe je dat voor het eerst zo op Koningsdag? Ja. Nou, het is geweldig. En ga je ook spulletjes verkopen of sta je alleen te spelen? Mijn broer heeft net gespeeld. Ik verkoop ook wel spulletjes. En wat vind je nou het leuke van hier op Koningsdag? Voor andere mensen spelen. Ja, en ga je later ook hier een carrière van maken? Ik denk het wel. Je kunt best goed, hè? Ja. Wat verkopen jullie hier? WK-mannetjes. Kun je er eentje uithalen? Ja. En dat moeten wij dan in de tuin zetten of zo? Ja, je kan ze voor de deur, naast bij de deur zetten. En dat helpt dan het Nederlands elftal, begrijp ik? Nou, misschien, maar het gaat erom dat, ja, ze zien er wel leuk uit. Heb je ze zelf gemaakt? Ja. Allemaal? Ja. Zo, maar gisteren eventjes. En heb je er al een paar verkocht? Ja, 6. 6 al verkocht? En je blijft nog de hele middag hier om de rest nog te verkopen? Nou, we gaan zo misschien weg. En we doen dan met de rest? Nou, dan gaan we langs de deuren. Oké. Poppetjes maken. En maak je die voor jezelf of voor iemand anders? Voor mezelf. Oké, en is dit wat jullie meestal doen op Koninginnedag, Koningsdag? Nou, ik heb het nog nooit gedaan. Nou, je hebt er wel handigheid in. En wie is op het idee gekomen om dat zomaar hier te doen? Weet ik niet. Jij? Volgens mij die mevrouw daar. Deze mevrouw. Mevrouw. Die mevrouw. Wil die mevrouw ook even komen? Wilt u even komen? Nou, ik ben een beetje boven de kamer. Nee, valt best mee. Valt best mee. U heeft dit bedacht voor de kinderen om deze poppetjes te maken? Ja, klopt. Een beetje creativiteit tijdens de Koningsdagen is altijd leuk, toch? En wat doet u zelf hier vandaag? We hebben vandaag wat creatieve spulletjes meegenomen. Om zelf thuis creatief aan de slag te gaan. Is het ook met kurk? Nee, niet met kurk. Het is met klei en met verf hoofdzakelijk. Staat u hier elk jaar? Nee, het is het eerste jaar. En hoe is het met de belangstelling? Heel goed, heel leuk. Ja, de kinderen ook. Dus. U bent Reewijkse? Driebrugse. Oké. Komt u dan meestal in deze kern? Want Driebrug heeft toch ook wel activiteit? Klopt, ja, maar geen echte markt. Dus dan is het leuk om ook eens net buiten Driebrug te komen. Even wat andere mensen. Ja, en hoe ziet de rest van Koningsdag eruit voor u? Tot 4 uur hier en dan gezellig nog even thuis met de kinderen. Oké, fijne dag nog. Hetzelfde, dank u wel.